U gaat iets moois zien, dat beloof ik u. En dat wordt mogelijk gemaakt door deze mensen van de Passion Luttelgeest. Wij nemen u vanavond mee naar de stad Jeruzalem, zo'n 2000 jaar geleden. Wij horen het verhaal over de laatste dagen uit het leven van Jezus. Een oud verhaal, dat zou je denken, maar het is ook een verhaal van nu. Het speelt zich af in een onrustige tijd, waar mensen elkaar wantrouwen, jaloers zijn of bang, twijfelen en de hoop dreigen te verliezen. Maar het gaat ook over mensen die elkaar lief hebben, die vertrouwen schenken en de hoop levend willen houden. Wat is het verschil tussen de wereld van toen en de wereld van nu? Is er wel een verschil? Ook in onze tijd is de wereld onrustig. Ook in onze tijd kennen we nood en zijn we soms bang. Grote groepen mensen verkeren in angst, worden opgejaagd en zijn op de vlucht. Hun toekomst is onzeker. Maar gelukkig zijn er ook in onze tijd die zo onmisbare, belangrijke mensen die anderen een kans willen geven. Die vertrouwen en liefde verspreiden en die hoop blijven houden op een betere toekomst. Dit verhaal raakt ons mensen vermoedelijk meer dan ooit. Ook hier, in Luttelgeest. De vraag waar het vanavond om draait, is wat zou ik doen? Hoe zou ik reageren? Zou ik hem volgen en trouw blijven ten koste van alles? Van eigen positie, van eigen geld en goed en van eigen zekerheden? Of zou ik me laten leiden door angst en me om laten praten? En me scharen achter kwaadsprekers en machthebbers. Dit is een verhaal over opoffering, verraad, vergeving, hoop en een verhaal over liefde. Een verhaal wat al duizenden jaren verteld wordt, maar actueler is dan ooit. Dit is het verhaal over de laatste dagen uit het leven van Jezus. De man van wie de meesten van ons weten hoe hij leefde
en hoe hij vele mensen inspireerde. De man die opstond tegen onderdrukking en geweld en opkwam voor de kwetsbaren en hen op weg hielp. De man die zoveel indruk maakte op mensen dat hij gezien werd als een uitzonderlijk goed mens en daarom door sommigen als de zoon van God. Wij laten vanavond enkele personen uit zijn leven aan het woord. Zij kijken terug op de gebeurtenissen rondom het lijden en sterven van Jezus van Nazareth. Ieder van hen had een andere relatie met hem. Maar stuk voor stuk waren ze door hem geraakt en van hem in de ban. Dit is het verhaal over zijn einde. Verraden, miskend, vermoord. Hoe zijn leven doodliep op het kwaad in mensen. Of liep het toch niet dood? Het was al laat op de dag toen drie vrouwen uit Jeruzalem elkaar troffen. Er had zich die middag iets vreselijks afgespeeld net buiten de stadsmuren. Op de heuvel Golgotha waren drie mannen gekruisigd en één van hen was Jezus uit Nazareth. De vrouwen kenden hem niet persoonlijk, maar ze hadden wel van hem gehoord en kort geleden nog een glimp van hem opgevangen bij zijn aankomst in de stad. Vol afschuw en verontwaardiging over het gebeurde spraken zij elkaar aan. Onvoorstelbaar, het kan niet waar zijn. Zeg dat hij dood is. Jezus van Nazareth, dood. Maar dat kan toch niet? Ik heb het ook gehoord. Ik ben net zo verbijsterd als jou. Hoe is het mogelijk? Het lijkt nog maar zo kort geleden dat hij in Jeruzalem aankwam. Ik was erbij dat hij door de straten ging en mensen werkelijk helemaal uit hun dak gingen. Ja, hij reed op een ezel en al zijn vrienden die liepen achter hem aan.
De mensen die gooiden kledingstukken op de grond, zodat hij daar overheen kon lopen. En ze trokken de grootste palmtakken uit de bomen, om daarmee te zwaaien. Hosanna, leve de koning! Dat riepen ze. Hosanna, ik hoor het zo weer. Ja. Maar van hem werd toch gezegd dat hij ons zou kunnen redden. Van hem werd gezegd dat hij de Romeinse overheersers aan zou kunnen. Hij zou ze verjagen. En hij kon wonderen doen? Dat zeiden ze? Nou, daar leek het ook even op toen hij aankwam bij de tempel. Ik heb gehoord dat hij die huigelachtige priesters en schriftgeleerden daar flink de mond heeft gesnoerd. Ja, dat heb ik ook gehoord. Wat is hij daar tekeer gegaan en tegen die kooplui op het tempelsplein en al die geldwisselaars? Het ging er niet echt zachtzinnig aan toe. De tafels en de stoelen die vlogen door de lucht. Dieventuig, noemde hij ze. Dit hier, dat is een plek van gebed. Maar jullie maken er een roversol van. Dat zei hij. En hij had toch gelijk? Hij had er zoveel meer dingen gelijk. De mensen hingen aan zijn lippen. Er waren er zelfs die hem zagen als de toekomstige Messias. Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik ook hoopte op een soort van wonder toen ik hem zag. Zo kort geleden nog maar. En nu? Onvoorstelbaar toch? Het leek allemaal goed te komen. Maar waar is het fout gegaan? Wat heeft hij verkeerd gedaan? Wat deed hij nou eigenlijk anders dan anderen ervan te overtuigen dat alles draait om liefde? Yeah.
zijn aankomst in Jeruzalem had Jezus jarenlang rondgetrokken. Altijd in het gezelschap van een grote groep enthousiaste volgelingen. Onder hen een vaste, trouwe club van 12 mannen. Zij volgden hem in alles en waren ervan overtuigd dat hij speciaal was. Anders dan wie dan ook. Zij noemden zich zijn leerlingen en zagen hem als hun grote meester. Niemand kon vermoeden dat juist onder deze groep bij één van hen een gevaarlijke vorm van twijfel en verzet groeide. Eén van Jezus' volgelingen zette plotseling grote vraagtekens bij de bedoelingen en de kracht van Jezus. En dat maakte dat hij zich na de aankomst in de grote stad liet verleiden tot het leggen van contact met de hoge priesters in de tempel. De grootste en gevaarlijkste tegenstanders van zijn meester. Zijn naam was Judas. We waren vrienden, Jezus en ik. 3 jaar lang hebben we samen opgetrokken. 3 jaar lang heb ik geluisterd naar zijn verhalen over zijn koninkrijk. Zo boeiend als die man vertellen kon. Zo overtuigend tegen alles wat krom, vals en onrechtvaardig was. Ik geloofde in hem. Ik geloofde in zijn koninkrijk. Als iemand ons kon bevrijden van die Romeinse onderdrukkers, dan was hij het toch. Maar de laatste tijd sloeg de twijfel toe. Ik begreep hem niet meer. Onderweg naar Jeruzalem, de plek waar hij kon laten zien waar hij voor stond, de plek waar hij de strijd aan kon gaan tegen de hielenlikkers van de keizer en hun soldaten, daar leek hij terug te klabberen. Hij praatte soms zo raar over liefde, over geweldloosheid en over zijn naderende einde. En helemaal niet meer als die verzetsheld die van plan was de macht over te nemen. En daar ging het fout. Ik denk dat ik de hoop verloor. Het duurde allemaal zo lang en ik wilde een handje helpen. Ik zocht contact met Jezus' tegenstanders. Ze deden me een voorstel en ze boden me geld. En ik hoefde er niet eens zoveel voor te doen. Ik hoefde alleen maar kenbaar te maken waar hij was. Lange tijd hield ik mijn adem in, was ontwijken mijn benadering. Ik besloot om stil te zijn, terwijl ik dat niet wilde zijn. Ik was vergeten wat er leuk aan was en dat ik zelf ook een keuze had. Stond ik op de achtergrond, terwijl ik daar niet achter stond. Je hield me laag, maar ik ging hoog, veel hoger dan de regenboog. Je hoort de klank van waar ik zing, stem donderd als een aardbeving. Je hield me laag, maar ik ging hoog, ga zitten, dit is mijn betoog. Ik weet het al, ik voel het nu, ik heb mijn blik op Oh,
Uit het hele land waren Joden naar Jeruzalem getrokken om daar met elkaar het paasfeest te vieren. Een feest dat traditioneel begon met een gezamenlijke maaltijd om de uittocht uit Egypte te herdenken. Een maaltijd waarbij bittere kruiden, platte broden en wijn genuttigd werden, als verwijzing naar de nacht dat de Joden massaal en met succes het land van hun slavenheersers wisten te ontvluchten. Ook Jezus en zijn vrienden kwamen ergens in de stad samen om met elkaar dit gedenkwaardige moment te vieren. De manier waarop Jezus zijn vrienden die avond toesprak, maakte op hen een diepe indruk. We waren al een aantal dagen in Jeruzalem. En toen brak de avond aan dat we het Pesachmaal zouden vieren. Die middag had hij twee van ons vooruitgestuurd om voorbereidingen te treffen. Er waren ongedezemde broden, er was wijn, er waren bittere kruiden. Alles was precies zoals het hoorde te zijn. Maar toch was het anders dan anders. Het was onrustig in de stad. En die spanning was merkbaar aan tafel. Ja, voordat wij aan tafel gingen, bond hij zichzelf een linnen schort voor. Hij goot water in een bak en knielde voor ons op de grond om ons de voeten te wassen. Ja, stel je voor, hij, onze Heer, onze Meester, hij wilde ons de voeten wassen. Logisch dat Petrus protesteerde. Nee, niet doen, riep hij. Nooit van mijn leven laat ik mijn voeten wassen door u. Ja, maar zijn antwoord was dat je niet bij hem kon horen als hij zichzelf niet klein voor jou kon maken. Ja, en toen wilde Petrus wel. Hij zei iets van, Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar was dan ook mijn handen en mijn hoofd. Ja, later die avond legde Jezus het nog een keer uit op de manier die wij zo van hem gewend waren. Hij had met deze actie een voorbeeld willen stellen. Hij zei, jullie zien mij als Heer en Meester, en dat is oké, maar dat betekent niet dat ik boven jullie sta. Niemand staat ooit boven een ander, nooit. En gelukkig ben je als je dat onthoudt en in de praktijk kunt brengen. Dat wilde hij er eigenlijk mee zeggen. Ja, dat wilde hij ermee zeggen. Het was een uiting van liefde. Pure liefde. Thank you.
is soms een pad door het leven stil en zwaar. Als niets meer lijkt zoals het was, pak dan mijn hand en droog je tranen maar. Dan ben ik heel even jouw kompas. Slaap nu maar zacht, ik doe het licht uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Deed hij nog iets heel opmerkelijks. We zaten met z'n allen aan die tafel en hij had net verteld dat het waarschijnlijk de laatste keer zou zijn dat we zo samen het Pesachmaal zouden vieren. Nou ja, hij zei het niet letterlijk zo. Hij maakte allerlei toespelingen over liefde en over verraad en hij keek daarbij de kring rond alsof hij toen al wist dat een van ons hem bij de vijand zou verraden. Ja, en toen pakte hij dus het brood en de wijn en zei dat we het brood en wijn moesten zien als zijn leven. Zoals hij het brood en wijn deelde met ons, zo had hij zijn hele leven willen delen met ieder mens, niemand uitgezonderd. Ja, indrukwekkend was dat. Brood en wijn delen, dat moeten jullie blijven doen, alsof het jullie eigen leven is, zei hij. Willen jullie dit altijd doen om mij te gedenken? Willen jullie dit doen om mij te herdenken? Ja, het was een opdracht aan ons. Tenminste, zo voelde ik dat. Het was een opdracht om hem in leven te houden. Het brood en wijn delen en breken om hem in leven te houden. Ja, en het leven te vieren op alle mogelijke momenten dat we samen zijn. Als we zingen, als we vechten, als we huilen, als we bidden, als we werken. Thank you.
De maaltijd was gedaan en Jezus was uitgesproken. Hij was moe en gespannen en had de behoefte even alleen te zijn. Hij stelde voor om naar een olijventuin in de buurt te gaan. Niet al zijn leerlingen hoefden met hem mee. Maar omdat er gevaar dreigde buiten, vroeg hij 3 van hen hem te vergezellen en over hem te waken, terwijl hij zich terugtrok om te bidden. Het waren Jacobus, Johannes en Petrus die aan deze oproep gehoor gaven. Niet wetende dat dit de laatste keer zou zijn dat zij met hem samen waren. Als wij toen toch eens wisten wat we nu weten, misschien was alles dan wel heel anders verlopen. Jezus vroeg ons mee naar de hof van Gethsemane. Wij gingen mee, niet wetend dat het kwaad en onraad al zo dichtbij was. Als wij toen toch eens wisten wat we nu weten. Als wij toen toch wisten wat we nu weten, dan hadden we beter gekeken naar de angst in zijn ogen en in zijn hart, naar de zweetdruppels op zijn gezicht. Maar wij wisten helemaal niet dat het zijn laatste avondmaal was, laat staan dat hij die avond gevangen genomen zou worden en afgevoerd als een crimineel. Als wij toen toch wisten wat wij nu weten, dan hadden wij met hem meegebeden. Hij moet zo eenzaam zijn geweest en bang. En wij? Wij waren gewoon in slaap gevallen. Tot 3 maal toe heeft hij ons moeten vragen om wakker te blijven. Maar ja, we waren ook zo moe. Hadden wij maar met hem meegebeden, dan was alles heel anders verlopen. Als wij toen toch eens wisten wat we nu weten. Was het dan anders gelopen? Hadden wij kunnen voorkomen wat hij altijd al zag als zijn bestemming? Hij zei immers zelf dat altijd alles een reden had. Ik kan vertellen waarom ik niet leef.
toen kwamen ze eraan. De soldaten, met hun fakkels en hun geschreeuw. En voorop liep hij, Judas, één van ons. De gruwelijke waarheid die drong toen pas tot ons door. Ik wil ze tegenhouden met mijn zwaard. Ik weet zeker dat ik een van de soldaten geraakt heb. Hij bloedde zijn gezicht. Maar Jezus hield me tegen. Hij dwong me mijn zwaard weg te doen. Het was gewoon zijn tijd, zei hij. Inderdaad, ik was het. Ik liep voorop. Ik was het die hem heeft verraden. Zo ben ik van zijn vriend, zijn vijand geworden. We zaten niet meer op één lijn. Ik had andere plannen. Maar hij ging zo zijn eigen weg. Ik weet ook niet meer. Waar is het fout gegaan? Waarom moest hij dood? Hij hoefde toch niet vermoord te worden? Toen ik hoorde dat ze hem gingen vermoorden, stortte mijn leven in. Ik ben nog teruggegaan naar de hoge priesters. Het bloedgeld heb ik in de tempel voor hun voeten neergesmeten. Maar het was te laat. Er is geen weg meer terug. En dat gevoel, dat maakt mij bang. Kan iemand mij alsjeblieft vertellen dat ik alles heb gedroomd? Gekropen en ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen. Wil er niemand mij vertellen dat ik alles heb gedaan?
gedroomd. In het Romeinse kamp stonden op de nacht van de gevangenneming een aantal mensen bij elkaar rond een groot vuur. Zij spraken over de ophef die was ontstaan toen de soldaten die eigenwijze Nazareër hadden weggevoerd. Die man die dacht dat hij alle wetten en regels naar zijn hand kon zetten en die daarmee dreigde alle Joden mee te nemen in zijn verzet. Twee Romeinse vrouwen stonden die avond dicht bij het vuur toen zij onder de aanwezigen een vreemdeling opmerkte. Het was koud die nacht. Ik zal het nooit vergeten. Het was een vreemde stoet die naar het paleis van de hoge priester liep. En achteraan op afstand volgde die man. En ik zag het gelijk. Hij was een vreemde. Hij was niet van hier. Hij was anders. Ik heb hem ook gezien en zelfs nog aangesproken. Ik zag hem zitten in het licht van het vuur. Ik keek hem recht in de ogen en vroeg: Jij bent toch die vriend van Jezus? Ik wist zeker dat hij bij het clubje hoorde. Maar hij zei: Wel nee joh, hoe kom je daar nou bij? Ja, dat hoorde ik ook. Ik heb het hem zelf daarna ook nog gevraagd, maar hij durfde mij niet aan te kijken. Hij zei: Ik ken die man niet. Ik ben hem daarna gevolgd en hoorde later iemand anders er weer over beginnen. Die vroeg of hij uit Galilea kwam, vanwege zijn accent. En toen werd hij toch kwaad? U bent gek, ik ken die man niet. Hij moet vroeg in de morgen zijn geweest, want ik hoorde nog een haan kraaien. Het was koud die nacht. De soldaten hadden vuur gemaakt en ik ging graag eens dichterbij zitten. Ik dacht dat mijn hoofd uit elkaar zou knappen van alle gedachten. Ze hadden Jezus meegenomen en ze wilden hem vermoorden. Ik volgde de meute een beetje op afstand. Vreselijk was het. Nog maar zo kort geleden had ik beweerd hem nooit in de steek te laten. Ook al zou ik met hem moeten sterven. Maar die nacht was ik echt bang. En toen was er die vrouw. Ja, je hoort bij hem. En ik zei helemaal niet. Het was eruit voordat ik het wist. Doodsbang was ik. En later nog een keer. Hij hoort bij Jezus. En weer ontkende ik. Bij de derde keer toen ze dat zeiden, vloekte ik. Er kraaide een haan. Hij had het gezegd. Hij had het gezegd dat ik hem zou verloochenen. En ik kon het niet geloven. Maar ik ben kennelijk niet wie ik dacht te zijn. Zitten, snij je arm om me heen en hou me stevig vast. Al die gezichten, bekend maar beleefd, of ik een vreemde was. En vanavond toont het leven zijn ware gezicht. Kom bij me liggen. Sla je lijf om me heen, ik heb het koud gehad. We moeten winnen, de schijn is gemeen en wordt van ons verwacht. En vanavond toont de liefde haar ware gezicht. En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor, het is zo stil in mij. En de wereld draait me door, het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor, het is zo stil in mij. Kom bij me zitten, sla je arm om me heen. Ik heb het koud gehad. Al die gezichten. En jij alleen zoals je gisteren was. En vanavond.
kom bij me liggen. Sla je lijf om me heen, ik heb het koud gehad. Je hoeft niets meer te zeggen, de waarheid spreekt al uit ons oogcontact. En vanavond tonen wij ons ware gezicht. En het is zo stil in mij, ik heb nergens woord voor. Het is zo stil in mij, en de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij, ik heb nergens woord voor. Het is zo stil in mij. Iedereen kijkt, maar niemand zegt wat hij weet. Iedereen lijkt, maar niemand is wie je bent. Stil in mij, zo stil. De Romeinse keizer had in Judea een prefect, een soort stadhouder aangesteld. Van hem werd verwacht dat hij de opstandige Joden, die steeds meer in verzet kwamen tegen de Romeinse overheersing, onder de duim zou houden, met strenge maatregelen en wetten. Bovendien moest hij de belastingen innen en was de rechtspraak in zijn handen. Zijn naam was Pontius Pilatus. En aan hem werd Jezus uitgeleverd door de soldaten met de vraag: wat is de straf die deze rebel, die zichzelf volgens de hoge priesters de koning van de Joden noemt en zelfs de Joodse tempelregels en wetten aan zijn laars landt? Wat is de straf die hij verdient? Ik had al even aanzien komen. Ze broeden nog wat, de geestelijke leiders. Ze hadden last van Jezus. Voor mij was het kraakhelder dat dit om afgunst ging. De man had niets gedaan waar de dood op hem stond. Maar ja, wat doe je tegen de macht van de mensenmassa op straat als die zich tegen je keert, in opstand komt? Nee, iedereen is het beste af als er rust is. Ik heb het hem voorgelegd, verschillende keren. Hij is onschuldig. Hij heeft zeker niets gedaan wat de doodstraf rechtvaardigt. Ze wilden op een gegeven moment zelf liever de moordenaar Barabbas vrij laten zien dan deze Jezus, toen ik hem voor de keuze stelde. Het leek wel steeds heftiger te worden met de mensen. Kruisig hem, kruisig hem! Ik hoorde echo van de spreekhoren nog. Ik heb hem gegeven wat ze wilden. Het was de keuze van het volk. Zeker niet de mijne. Ach, dom volk. Was niet hetzelfde volk dat maar kort geleden zei dat hun koning wel kon worden? Zo zie je maar weer. Zolang je succes hebt en er zelf beter van te kunnen worden, dan willen ze je vrienden wel zijn. Maar er hoeft maar dit te gebeuren of het staat om, als een blad aan een boom. Ze haken af met z'n allen en ze laten je vallen als een baksteen. Wat een volk. Zijn zogenaamde vrienden. Laat me niet lachen. Vriendschap? Dat bestaat toch helemaal niet? Thank you.
Tot op het moment van zijn gevangenneming waren zijn leerlingen Jezus trouw gebleven. Maar nu hadden zij zich uit de voeten gemaakt en ergens in de stad een schuilplaats gezocht. Onzeker, bang en opgejaagd lieten zij zich niet meer zien. Slechts één van hen kon het opbrengen om naar de rechtvaardiging en kruisiging van Jezus te komen. Het was Johannes. Hij wilde de twee vrouwen steunen die Jezus geen moment in de steek lieten en die tegen alle gevoel in getuigen moesten zijn van zijn lijden en sterven. Het waren loodzware uren voor Maria, de moeder van Jezus, en voor zijn meest dierbare vriendin, Maria Magdalena. Wat een vreselijke, gitzwarte dag. Zo onwerkelijk. Zo oneerlijk ook. Hij leeft niet meer. Ze hebben hem vermoord, de achterlijke soldaten van de keizer, in opdracht van dat stelletje huichelaars dat zichzelf hoogpriester noemt. Ze hebben hem gedood. Mijn kind, aan het kruis. Waarom? Waarom? Hij was zo goed voor iedereen. Zo vol liefde. Ja, waarom? Wie denken ze dat ze voor zich hadden? Ze lachten hem uit en ze dreven de spot met hem. Zo akelig. Huil niet, moeder, zei hij. Ze weten niet wat ze doen. Hartverscheurend. Niet om aan te zien. Stel je voor, je kind. Moet je voorstellen als moeder zijnde. Zoals jij bij hem bleef. In zijn allerlaatste uren. Verscheurd door verdriet. Maar niet van plan om hem alleen te laten. Hij was te goed voor deze wereld. Dat maakte het zo gevaarlijk. Dat maakte hem zo kwetsbaar. Hij moest het onrecht verjagen. Hij moest en zou de confrontatie aangaan met het slechte in de mensen. Daarin was hij niet te stoppen. Nee, zeker niet. Ik ken niemand anders die zo onverstoorbaar en vol overtuiging in durfde te gaan tegen alles en iedereen die vals en onrechtvaardig was. Hij had daarmee niet door dat hij de hoge machthebbers van het land voor de kop stoot. Ik had hem willen waarschuwen. Maar ik wist dat dat zinloos was. Ergens diep in mij voelde ik dit aankomen. Ze verdroegen hem niet. Ze zagen niet dat hij de mensen moed gaf. Ze zagen niet dat hij de mensen hoop gaf. Dat hij hun angst wegnam. Ze wilden het niet zien. En nu? Wat moet ik nu? Wat moet ik nu zonder hem? En jij? Zijn lieve vriendin, je hebt hem nooit in de steek willen laten. Wat moet jij nu zonder hem? Wat moeten alle vrienden die zoveel om hem gaven? Wat moeten zij nu zonder hem? Ik weet het niet. Het is allemaal zo onwerkelijk. Het liefst zou ik gewoon willen doorgaan. Gewoon willen doen alsof het niet gebeurd is. Ja. Doe alsof het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me. Dat het niet zo is, zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is.
we gaan. Trek je jas aan, anders wordt het te laat. Kom eens hier, ik hou je vast, ik laat je nooit meer gaan. En ik vertel je een grap die je doet huilen van de lach. Verder leeft, zelfs als dat niet zo is. Maar stel nou dat het wel zo is, dat hij wel verder leeft. Het bijzondere aan het verhaal van Jezus is namelijk dat er van gezegd wordt dat het doorgaat. Het houdt niet op met de dood. Tot op de dag van vandaag wordt er nog iedere dag over hem gesproken. Wereldwijd wordt er nog iedere dag over hem verteld. Jezus dood? Niet zolang wij zijn verhaal blijven vertellen aan elkaar. Twijfel, wanhoop, angst, verraad. We hebben het allemaal langs zien komen vanavond. Maar 2000 jaar later leren wij van dit verhaal dat er iets sterkers is dan deze duistere kanten van het leven. Er is iets sterkers dan het kwaad. Sterker nog dan de dood. En dat is de liefde. Het was de vaste overtuiging van Jezus dat we met het tonen en uitdragen van belangeloze liefde een nieuwe wereld kunnen scheppen. Een nieuw rijk. Een rijk van vrede. Het enige rijk waar hij koning van zou willen zijn. Een droom? Misschien, maar een wel een mooie droom. En waarom zouden wij van mooie dromen geen mooie werkelijkheid maken? In slaap, hoe begint je dag? Open je je ogen met een traan of met een lach? Kijk je om je heen, zie je dan de zon? Zoek je achter alles naar een schaduw op de grond? Leef je voor geluk, sterf je van verdriet? Wil jij een keuze? Of heb jij die keuze niet? Maakt niet echt iets uit wat de waarheid is of niet. Het is hoe jij het ziet. Thank you.
vond het geweldig. Enthousiasme straalde eraf. Ja. Heel leuk. Hè? Dat, al dat jonge enthousiasme. Ja, ja. Prachtig om te zien. Kennen u de liedjes ook? Ja. En het verhaal ook. Ja, het verhaal is ook. Het was ook goed dat het nog eens verteld werd. Want dat deed ook mensen mee die het verhaal niet van huis uit meegekregen hadden. Nee, nee. Ja, dus dat is mooi. En daar was ook een beetje voor bedoeld, hè? Denkt u dat? Ja, denk ik. Ja. Ja. Ja, ja. Het werkt in ieder geval wel zo. Okay, ja. Ja, okay. Ik vond het superleuk. Geweldig. Ja. Erg mooi. Ja, mooi dat je dat in zo'n klein dorp toch voor elkaar kan krijgen. Ja. Prachtig. Ja, ja, super. In zo'n korte tijd zoiets neergezet, dat is geweldig. Was het verrassend? Hoe bedoelt u verrassend? Nou, de liedjes bijvoorbeeld. Nee, de liedjes ken ik wel, maar het verhaal is natuurlijk prachtig. En ja, alles wat geschreven is en door Luther G. zelf is geweldig. Ja, ja, mooi. We kunnen trots zijn op het dorp, hè? Zeker, inderdaad. Okay. Ja. Dank u. Ja, prachtig. Hartstikke mooi. We hebben er in Luther G. voor gekozen om een pigeon neer te zetten. We hebben ervoor gekozen om dat met jongeren te gaan doen. We vroegen ons af, hoe komt het dat jongeren niet meer in de kerk komen? Hoe kunnen we ze prikkelen om mee te doen aan deze passion? En uiteindelijk is het ons gelukt om 50 enthousiaste jongeren bij elkaar te krijgen die eigenlijk soms helemaal niet zo goed wisten wat het lijdensverhaal was. Het paasverhaal kenden ze soms helemaal niet zo goed. Maar door er zo intensief met elkaar mee bezig te zijn, is dit eruit gekomen. We hebben er ook voor gekozen om de day after eigenlijk neer te zetten, want het is op Goede Vrijdag en de Passion speelt zich af op Witte Donderdag. Het lijdensverhaal is op Witte Donderdag en wij vonden het mooi om het op Goede Vrijdag te doen en dan een dag later. Wat is je indruk? Nou, boven verwachting. Het is super gegaan. Wij zijn heel erg blij. En vooral tevreden en we zijn zo blij dat iedereen met een goed gevoel naar huis kan. Er is niemand die fout zat, er is niemand in de mist gegaan. Alles is goed gelukt, alle solo's, alle spelers. Dat laten we niet vergeten, het zijn allemaal amateurs, hè? Het zijn allemaal amateurs. Ja, het zijn allemaal toch toppers, vind ik. Ja, ja. Jij hebt in feite het hele koor en de muziek gedragen. Het was fantastisch, hè? Nou, er zijn er een paar van de band, die hebben daar ook heel veel in gedaan. Maar het moet allemaal bij elkaar komen en het kwam nu allemaal bij elkaar. Ja, zoals bij Zing, Bid, Huil, Werk, Lach en Bewonder. En toen kreeg je ook de hele kerk mee, hè? Ja, dat kun je niet eens heel goed horen, maar het was de energie die spatte terug uit de kerk, hoor. Ja, ja. En maar, dat is zo leuk. Dat voel je onmiddellijk als het aankomt. Het is een wisselwerking, hè? Absoluut. Wat hier gebeurt, als het daar niet valt, dan krijg je niet terug. Je voelt onmiddellijk of het terugkomt. Als je nou in één woord mag zeggen, hoe vond je vanavond? Ja, hoe vond ik nou? Ja, je wordt er ongelooflijk blij van. Ja. Dat er zo'n groep mensen bij elkaar staat, dat er zo'n groep jonge mensen dit willen doen en dit met elkaar. Nou, dat maakt je gewoon heel blij. Een van de hoogtepunten van vanavond, dat vonden een heleboel mensen, was jouw uitvoering van Margarita van Marco Borsato. Ik was niet alleen, hè? Ik was met Carlijn, maar dat was vet, ja. Ja. Zing je professioneel? Nee, dat is gewoon voor de leuk. Je moet er toch eens aan denken. Ja? Ja. Ja, nou, zal eens doen. Ik zeg, ik vond alle spelers vanavond fantastisch, maar ik vond er toch een paar uitspringen. En daar was jij er één van. Je deed het zo ontzettend gedragen. Dank u wel. Ja. Hey, maar dat zit in je. Je bent een echte toneelspeler. Dat klopt. Niet altijd, hoor. Ze hebben hem gedood. Mijn kind. Aan het kruis. Hoe leef je je in? Je zit in je rol als... je luistert echt naar de teksten. En als je hebt gezien naar het hele stuk, kon je ook wel zien dat heel veel mensen in dit koor... Ja, die gingen echt mee in de liederen en het gevoel wat daarbij in boven komt. En dat maakt dan je uitstraling op dat moment, denk ik. Vond je? Ik vond het fantastisch. Was je nog gespannen?
Bij de eerste meer dan bij de tweede. Maar het was echt mega leuk om te doen. Hallo. Dat is wel een lampje.